Dan hebben we nog een complete samenvatting van de wedstrijd Oedend Amateurvoetbal. Cameraman Cor Bruiste was afgelopen zondag naar Sint-Joost gereisd voor de wedstrijd Sint-Joost tegen MBC. En dat is de Maasbrach-Brachterbij-combinatie. Voorafgaand aan de wedstrijd sprak hij met beide trainers. Tij, 7 wedstrijden gespeeld en nog niet gewonnen. De rijen. Ja, 1 goal minder als de tegenstander maken. Dat is heel simpel. Is het dat echt? Ja. En dan is het hoop beter als het maar om die 1 goal gaat. Nou, hoop. Ik ga ervan uit dat het vanzelf ook wel een keer omgedraaid gaat worden. Dat weer langs de intrekken door 1 goal meer te maken. Het probleem bij ons is gewoon de keeper. Dat is gewoon bij ons. We hebben binnen de club 5 senior teams. En daar hebben we in feite maar een anderhalve keeper voor. Want die andere halve, dat is Luc. Die keept wel in de tweede, maar die hoort eigenlijk in het eerste. Ja, waardoor je dan eigenlijk heel tijd moet gaan improviseren om een fatsoenlijke keeper in het doel te hebben. Ja. En wie is de keeper van vandaag? Vandaag is Luc Polmans. Eerste keuze. Ja. En de keeper van MBC moest in die eerste helft in Sint-Joos al een aantal keren in actie komen. Dit shot is bijvoorbeeld erg vrij van Ken Loete. En de redding is dus van de keeper van MBC. Aan de andere kant MBC in de aanval. En de grootste kans van de eerste helft is voor de nummer 9. Arsène Yassamali met de beste kans in die eerste helft. Dan gaan we kijken naar beelden uit de tweede helft. Want het bleef dus lang 0-0. Maar dan is er de fout van keeper Job Willems. En hij moet dan achter de bal aan, maar wij misten er eerder bij. En uiteindelijk toch het doelpunt voor MBC. Het is Sjoerd Berghout, die na 4 minuten in die tweede helft de 1-0 heeft gescoord. En dat is een tegenvaller voor Sint-Joost dat het een helft lang heeft volgehaaien. Toch de kans voor Sint-Joost, voor Michael Schepers. En goed ingrepen door de keeper van MBC. En bij nou hebben ze nog een keepersprobleem erbij. Maar gelukkig geen blessure. De lange bal. Is van Ramon Gubbels en hij komt achterin terecht. En dan wordt de pas gegeven. Is dit geen boetespel? Nee, zegt de scheidsrechter. De grensrechter steekt met de vlag omhoog. Maar het lijkt erop dat dit doelpunt toch goedgekeurd gaat worden. En het is een vrije treffer van Olaf van Buggenen. Maar sting hij geen boetespel. Het maakt voor de wedstrijd natuurlijk wel een verschil. Het is 0-2 voor de gasten. En dan gaat Sint-Joost meer de aanval zoeken. En een prachtig doelpunt. 2-1 door Michael Schepers. Brengt de spanning terug in de wedstrijd. En hij het huis natuurlijk. Want met deze score kan het natuurlijk nog alle kanten op gaan. Maar Olaf van Buggenen, hij scoort de 1-3 voor de gasten. En dat is dan wel de beslissing in deze wedstrijd. Wordt het nog erger voor de toesploeg. Een invaller voor de ziek kan doorgebroken. Maar dat werd goed verdedigd. En dan Sjoerd Berghout. Met de bal weer terug in te brengen. Combinatie zoeken. Daar is weer Olaf van Buggenen. En dat wacht heel lang. En hij scoort dan uiteindelijk de eindweer. En zo wint MBC relatief eenvoudig in Sint-Joost. Dat het een helft lang heeft volgehaaien. Komt er nog een tegentreffer? Wordt het nog 2-4? Nee, dat komt er niet. Het eindsignaal zou klinken. En dat betekent een nieuwe nederlaag voor Sint-Joost. MBC neemt de 3 punten met naar Maasbrach. Dat is 2-0 achter thuis. Ga je mijn kind schuiven. Probeer ze wat meer druk te zetten. Ja, goed, en dan speelt ze achterin speelt ze het, met een beetje risico. Ja, dan krijg ze nog een paar goals om de oren aan. Tweede goal, moet je spelen of nee, weet ik niet. Ik zelf heb hem niet gezien. Of het waar of niet. Hoor, dat, ja, goed, maar het is thuis 2-0 achter dan. En als het 2-0 achter thuis dan wordt het moeilijk. En dan ga je alles op alles spelen. En dan maakt ze nog een aansluittreffer. Maar daarna is het ook vrij snel gedaan. Als je jammer is dat. Daar had je zeker meer in gezeten vandaag.